J-klasse is een wedstrijdzeiljacht waarin gezeild werd voor de Amerika's Cup. En voor de Amerika's Cup is gezeild in diverse type wedstrijdjachten, waar de J er dus één van is. En de J-klasse is de formule die gebruikt werd voor het uitrekenen van de rating van die schepen, zodat ze tegen elkaar op gelijkwaardige basis konden varen in die periode van 1930 tot 1938. De Amerika's Cup zelf is al is de meest bekende en de langst bestaande zeilwedstrijd in de wereld. Ik denk dat hij vanaf 1870 of omstreeks in de belangstelling heeft gestaan en gevaar is. Dus de J's hebben daar maar een heel klein stukje van de geschiedenis van bestreken. Maar het is wel een heel belangrijk stukje geweest en ook een heel spectaculair stukje. Dat kwam met name door het feit dat er een technologische stap is geweest die met de J's gezet is. Tot die periode, tot 1930, werd er gevaren met gaffelgetuigde schepen. Enorm groot, ook heel spectaculair. Maar met de J-klasse kwam er voor het eerst moderne technologie uit de vliegtuigbouw bij het bouwen en ontwerpen van de jachten kijken. En dat samen met de intensiteit van de strijd in die periode, die combinatie van dat alles, maakt dat ze zo'n enorme indruk in de zeilhistorie hebben achtergelaten. Een J-klasse bouwen is over het algemeen al een heel bijzondere opdracht. Het zijn hele mooie jachten en iconische jachten. Dus het is van vroeger, van de jaren 30. Iedereen kent de plaatjes wel van Beacon of Cows, Calendars, waar die jachten geshowd worden. Het is bijzonder om zo'n jacht te mogen bouwen vanaf nieuw. Met alle moderne materialen van vandaag. In plaats van zoals de jacht origineel was, hebben we er nu een superjacht van gemaakt. Dus we hebben het originele lijnenplan gebruikt. Omdat het een J-klas moet zijn en een exacte kopie van een Rainbow. En alles, al het andere is gewoon zoals we vandaag de dag een superjacht zouden bouwen met alle moderne technologieën en materiaal. ...1938 is natuurlijk een berucht jaar. Het was aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog. De wedstrijdjachten die werden toen in Engeland voor een deel opgelegd in de rivieren. In Amerika werden de J's toen gesloopt voor hun metalen en hun materialen. En die werden in de oorlogsindustrie gebruikt. Dus er bleef van de klasse weinig over. En na de Tweede Wereldoorlog was de economie en uiteraard ook de instelling van de meeste mensen nou niet zo dat je er meteen weer begon met het ontwikkelen van grote wedstrijdjachten. Dat heeft lang geduurd. Uiteindelijk bij het aanschouwen
Er lagen dus in Engeland nog drie jays in modderbedden, mudbirds, in de rivier. De kiel was eraf en ze lagen daar gewoon met hun romp in de modder. En die werden als huisboot gebruikt. Totdat er mensen met de visie en de moed kwamen om zo'n oud casco weer tot leven te brengen. En de manier waarop toen de eerste Endeavour gerestaureerd is, en de manier waarop er toen ook wedstrijd mee is gevaren, heeft meteen een voorbeeld gezet voor de latere restauraties van de J's. Toen de eerste eenmaal voer, de Endeavour, kwam er vrij snel daarna de Falchida en de Shamrock bij. En toen waren dus alle bestaande J's gerestaureerd, opgeknapt. Die konden weer varen en er werd ook wedstrijd mee gevaren. Maar de belangstelling voor de klasse nam toe, werd steeds groter. Ja, dus wat doe je dan? Waar haal je dan de nieuwe J's vandaan die er niet meer zijn? En toen is de regel in het leven geroepen. Toen is de J-klasse Association opgericht. En die heeft gezegd van je mag kan ook met nieuwe J's replica's meedoen. Maar dan moet het wel een replica van een bestaand lijnenplan zijn. Er zijn in de periode 1930-1938 ooit 10 J's daadwerkelijk gebouwd. Maar er zijn er 20 daadwerkelijk ontworpen. Dus naast de 3 overlevende J's zijn er nog 17 lijnenplannen die gebruikt kunnen worden om replica's van te bouwen. En dat zijn ook de lijnenplannen die nu gebruikt worden. En Rainbow is daar een mooi voorbeeld van. Er was een bepaalde handicapformule voor de J's in die tijd. Later hebben we dat veranderd. En dat leidde ertoe dat de J's eigenlijk steeds lelijker werden. De mooiste J's die gebouwd zijn waren de Rainbow en de Endeavour. De J's uit die periode. De J's die daarna kwamen, die waren veel volumineuzer. Dat waren echt slagschepen vergeleken bij de meer elegante J's uit de jaren 34. Ja, en Rainbow is dus een van de meest elegante. Van de 10 die er gevaren hebben, zijn er 6 die voor de America's Cup gezeild hebben. Ja. En een van de spannendste wedstrijden was de Rainbow tegen Endeavour in 1934. Iedere nieuwe J is eigenlijk per definitie sneller dan de J die daarvoor gebouwd is. Door de ervaring die je opdoet, het opzoeken van of het verleggen van de grenzen. Maar dat maakt het sportieve zeilen minder interessant. Je kan natuurlijk zeggen, ja, ik wil gewoon winnen en de rest zal een worst wezen. Maar het is natuurlijk veel aardiger als je op een gegeven moment een vloot van 6 J's in de buurt van elkaar hebt varen. Waarbij het er echt om gaat wie het beste met het schip vaart, de beste bemanning heeft, het beste getraind is en die kan dan ook winnen. Maar om dat dan te bereiken hebben we nu eens wij noemen dat een VPP-type handicapsysteem voor de boten opgezet. Dat heeft de J-klasse Association geïnstigeerd. En dat is een Velocity Prediction Program waarmee je de prestatie van een boot in de computer uitrekent. En dat kan je dan ondersteunen door allerlei andere computerberekeningen of sleeptank of windtunneltest of wat dan ook. Maar in ieder geval, dan bepaal je van tevoren al de prestaties van het schip en die mogen niet boven een bepaalde limiet uitkomen. Waardoor als je dan eenmaal in het water ligt, in potentie de schepen redelijk aan elkaar gewaagd zijn. Toen de Endeavour gerefit werd,
Tevens de eis gesteld werd dat het ook een cruiseschip zeiljacht moest zijn. Dus er is een volledig interieur ingekomen, er is airconditioning ingekomen, een motor, allerlei systemen. Waardoor het schip ook veel zwaarder werd dan het oorspronkelijk was. Waardoor het verder inzonk. Dus het originele concept met een vaste waterlijn die de J's hadden, dat was al losgelaten bij de Endeavour. En datzelfde systeem is ook op de latere J's toegepast. Maar dat betekent dat je naast de prestatieverhogende eigenschappen die je in het ontwerp kan veranderen, ook de moderne techniek en het interieur en het comfort moet inpassen. En dat is de combinatie daarvan, levert dan de J's op zoals ze nu zijn, maar dat is altijd een heel gepuzzel. Het zijn natuurlijk niet alleen de fysieke dingen die, zoals zeg maar, de geometrie die je kan veranderen of die verandert aan de nieuwe J's. Maar het is met name de nieuwe materialen die beschikbaar zijn gekomen. Hè. Dus de zeilen vroeger waren van katoen. Ja, dat rekt. Hè. Dat was, die verloren hun vorm als het harder ging waaien. De zeilen nu die zijn allemaal van Dacron vezel gemaakt en in elkaar geplakt. En die zijn enorm vormvast en daarmee kan je een enorme rendementsverbetering bewerkstelligen. Hetzelfde voor de tuigage en de masten. Er staat boven het dek nu van een J, is er helemaal geen metaal meer. De masten, verstaging, zeilen, alles is van carbon materiaal. Systeem aan boord van Rainbow is anders dan op eigenlijk alle andere jachten die wij gebouwd hebben, maar ook wel in de wereld. Rainbow heeft een hele laag volume, dus de romp heeft heel weinig volume onder de waterlijn. Specifiek voor Rainbow is dat, niet voor alle J's, maar voor Rainbow specifiek. Waardoor de machinekamer enorm klein is geworden. De machinekamer zit onder de salonvloer. Heel klein volume en in feite een traditionele installatie die wij normaal in een dergelijk jacht zouden bouwen van deze afmeting en dit comfortlevel. Zou gewoon simpelweg niet passen. Dus we moesten een andere oplossing bedenken om toch voldoende energie op te kunnen wekken aan boord. Om al het comfort te kunnen garanderen, maar ook om te kunnen racen met het jacht. Daarvoor is gekozen om een hybride installatie te ontwikkelen. Er is één generator aan boord, een variabele toerengenerator. Die veel compacter is dan een standaard generator. Levert meer vermogen in een kleinere behuizing. De hoofdmotor is ook een generator geworden. Om door tussen de hoofdmotor en de gearbox een dynamo te bouwen, wat ook een elektromotor is. Dus de boot kan ook elektrisch varen. Daarbij is ook gekozen voor een grote batterijbank, dus een grote accucapaciteit. Waardoor de boot ook in stille mode, dus zonder diesels te draaien, volledig kan zeilen en varen en kan overnachten. Het schip kan in principe als het stil ligt aan de wal of voor anker ongeveer een nacht zonder generatoren overbruggen. Met al het comfort aan boord, dus airconditioning en alles wat je normaal zou doen. In principe kan om 11 uur 's avonds de generator uit en dan moet hij ongeveer om 7 uur 's ochtends weer aan.
om de accu's erop te laden. Dat is ongeveer de capaciteit van de batterij aan boord. Andere voordelen die dit systeem heeft, is dat je elektrisch kunt varen. Dus je kunt vanuit de batterijen, energie uit de batterijen, elektrisch een haven uitvaren. Dus volledig emissievrij. Of een mooie baai uitvaren zonder dat je een diesel hoeft te starten. Wij zijn uiterst trots op de bouw van Rainbow en zeker ook over de performance van de boot. De wedstrijden zijn heel goed verlopen, ze doet precies wat ze moet doen. De snelheid is goed, alle systemen aan boord werken goed. Ze performt zoals verwacht. De bemanning moet nog een klein beetje oefenen. Ze zijn natuurlijk pas net begonnen met racen en andere boten varen al jaren langer. En zijn meer geoefend. Maar ik denk als ze dat onder de knie krijgen, dat Rainbow zeker een van de winnende J's zou kunnen zijn. Het is fantastisch zeilen. Het zijn schepen met enorm veel power. Er zit een enorme stabiliteit in en ook gewicht. Het is natuurlijk heel, heel leuk om op een surfplank met 40 knoop over het water te scheren. Dat is ook spectaculair. Maar om op een gegeven moment in zeegang met 180 ton onder je, met 1 meter vrijboord, met een mast van 50 meter boven je, door het water te gaan aan de wind. Onder een hellingshoek van 30 graden. En met 30 man op het dek die allemaal bezig zijn. Dat is ook een apart verhaal. Wat je niet graag wil missen als je van wedstrijdzeilen houdt.